Breda Nu. Je weet het meteen. Het is bijna Pasen en de chocolade-eieren liggen weer in de schappen. Wij vragen de mensen in winkelcentrum De Heksenwiel waar zij hun paaseieren verstoppen. Eigenlijk niet echt. Nee, ik zou het echt niet weten. Tussen alle andere paaseieren. Achter de bank. In een bloempot. Onder de bank. Weet ik veel. Dat is even nadenken. Ja, ergens in een plantenbak, denk ik. Geen idee. Hier? Gewoon overal? Weet jij plek? Nee. Misschien in winkels? Nou, wel ergens in. En waarin dan? Soms in een doos, maar ook soms in een bakje. In een autoband? In het bos. Heb je wel eens een paasei teruggevonden op een hele rare plek? Ja, in de prullenbak. Ik denk het wel. Nee. Nee. Ik wel. Jij? Ik ook. En waar was dat? Op een fotolijst. En mij was over wc. Ja, mijn zoon heeft op de camping wel eens paaseitjes verstopt met mijn kleinzoon. En dat doet je in de oost mogelijke dingetjes. Op een randje van een raam dingen, zeg maar. Weet ik niet. En ben je meer van het zoeken, van het verstoppen of toch van het opeten van paaseieren? Zoeken. Opeten, zoeken. zoeken en verstoppen. Zoeken en verstoppen. En waarom? Nou, dat is leuk. Nou, dan beleef je meer als je gaat eten. Verstoppen. En waarom? Omdat het kan. Wat vind je er zo leuk aan? Iets. Breda Nu. Je weet het meteen.